U bent weer terug in Zandvoort. De komende minuten komt hier het spektakel weer vandaan. U ziet de gekreukelde wagen van Gabriel Ollier. Met deze crashte ze donderdag tijdens de vrije training van de Citroën Saxo Cup. En deze auto is in 24 uur tijd helemaal opnieuw opgebouwd. Maar de nieuwe auto van Ollier is niet het enige nieuws tijdens de vierde ronde van het door Joost Koenders gedomineerde kampioenschap. Dit is Debbie Loogman. Zij zit vanaf nu in de pan van het Enjoy-team en niet meer bij het team van Merts. De training op zaterdag geeft de nodige verrassingen. Koenders op één, maar kijk naar de verschillen met de concurrentie. Sterk is de taart van Roel van der Scheer, derde. Ja, het ging gewoon goed en ik stond gelijk op het bord. En toen kwam ik binnen om dan meten ze je banden nog of dat goed is. Nou, het was goed, maar het veranderde niks op het bord. Toen ben ik gewoon binnen blijven staan en 30 minuten wachten. En toen was het derde trainingstijd. Decor voor ronde 4 is opnieuw het circuit van Zandvoort. En daar is het tropisch warm, 27 graden. De wedstrijd wordt gereden s'avonds om 7 uur. En dan is het nog buiten zo'n 27 graden. Oppassen dus geblazen. Onderaan ziet u het rondrecor staan in handen van Dirk Wagner. Met wat voor een advies stuurt Gijs van Nennep zijn rijders weg. Nou, zoals ik ze altijd wegstuur, dat ze in de opwarmronde heel goed moeten kijken hoe het circuit is. En dat is omdat het nou laat is, zal het best glad zijn. En dan moeten ze daarna, als de startvlag valt, moeten ze de eerste ronde sowieso een beetje de zaak bekijken. Want ik zeg, je hebt altijd 20 ronden de tijd om te racen. En het hoeft niet in de eerste ronde allemaal klaar te zijn, want dan gaat het meestal mis. Voordat we van start gaan, eerst een korte flashback naar vorig jaar. Toen waren het Dirk Wagner en Egbert Top die een verrassende race reden. Beide mannen vochten het uit met winst. Voor Dirk Wagner. Bij de mannen zijn er trouwens dit jaar niet meer bij. Goed, dat was vorig jaar. Wat gaan we doen in 1998? Het is zondagavond 6:30. En 25 rijders staan aan de start. Pole position was er voor Joost Koenders met de rode Saxo. Maar Ferry Duivenvoorde met de groene Saxo zet hem er hier heel scherp naast. Bij het insturen van de Tarzanbocht. Een fantastisch begin van deze wedstrijd. Duivenvoorde en Koenders rechts in beeld naast elkaar. Alle rijders goed door die eerste bocht de Tarzanbocht. Maar laten we nogmaals kijken naar die actie van Duivenvoorde. Rechts in beeld. Dan stuurt hij hem in één keer naar rechts, achter Koenders langs en dan komt hij ernaast. Een gedurfde aanval van Duivenvoorde met trouwens een fantastische start ook voor de blauwe Saxo van Verstraten, die meteen drie man voorbij is. Duivenvoorde aan de leiding voor Koenders, Roel van der Scheer en een goed gestarte Natasja Davelaar. En hier Joël Verstraten met nummer 14, die dan vier man voorbij is. Verstraten op weg naar een topklassering. Prachtige opening van deze wedstrijd. Na twee rondjes zijn het Duivenvoorde en Koenders. Achter elkaar is een treintje. Gevolgd door Van der Scheer en Natasja Davelaar. Met insturen van de Tarzan de aanval van Joost Koenders. Buitenom lukt dat. Lukt dat voor Koenders. Hier naast elkaar. Duivenvoorde geeft gas. Duivenvoorde nu in de betere lijn bij het insturen van de Gerlachbocht. En Duivenvoorde blijft de leider in de wedstrijd. En Van der Scheer die profiteert. Van der Scheer met de gele Saxo met nummer 28. Zit dan achter het leidende tweetal. Davelaar snelste dame op positie nummer 4. En die Natasja Smit, zij ligt als tweede dame voor Gabi Ollier. En dan de aanval van Roel van der Scheer bij het insturen van de Tarzanbocht. Van der Scheer met de gele Saxo met nummer 28. Kiest hij een prachtige lijn hier en gaat voorbij Joost Koenders. Ja, die Van der Scheer kan rijden en bewijst dus dat hij absoluut thuis hoort in de top van deze Merkercup, de Saxo Cup. Maar met gelijke auto's gewoon overal op de baan spanning en spektakel is. Maar Van der Scheer vergist zich dan bij het bos uit. En Koenders heeft hier de betere lijn. Koenders geeft duidelijk meer gas. Van der Scheer in het nadeel en Koenders terug op positie nummer 2. Waanzinnig leuk om naar te kijken. Hier drie dames achter elkaar. Smit, Ollier en Loogman. De strijd om de eerste vier damespositie. En problemen voor Daan van Jola. Hij heeft technische problemen. Afgelopen? Afgelopen. Wat? Stond gewoon in de pik. Olie, druk viel weg. Olie was gelijk bij de start. Keihard lawaai. En ik denk gewoon dat de olie... Hij werd gloeiend heet en opeens nu kon hij in de fik te raken. En ook Roel van der Scheer heeft problemen, maar dan problemen met zijn banden die beginnen op te raken. Nou, waarschijnlijk hebben wij de banden zo afgesteld dat ze in het begin het goed deden. Maar naarmate de spanning hoger wordt en de temperatuur, dat ze dan gingen ze sowieso iets afbouwen. Nou goed, en dat is dus op zich mijn pech geweest. Maar daardoor kon ik in het begin dus het tempo heel goed volgen. En Van der Scheer vecht zich terug. Terug naar de topposities. Daarachter zit een groepje van 5-6 man. Met Joël Verstraten, die weer iets teruggevallen is. En hier de aanval is erbij. Smit en Loogman. Verstraten houdt zijn auto op de baan. Een rondje later komt hij dan toch in aanraking met de auto's van Smit en Loogman. Daar waren de dames trouwens niet blij mee. En Verstraten ligt er af. Zo laat er ook gedisqualificeerd worden. Na 20 rondjes Duivenvoorde of Koenders Duiven. Vast Ferry wint voor Koenders. Een sterk rennende Davelaar. Snelste dame Van der Scheer. Goed op positie nummer 4. Michel Schaap, altijd keurig. En Gabi Ollier. Leuke wedstrijd om naar
naar te kijken. Opvallende klassering ook voor Wouter van Stipriaan. Hij wordt 9e algemeen. Dan de uitslag bij de Ladies Cup. Daar winst voor Davelaar voor Oulié en Sandra Dalma. De volgende wedstrijd is op 6 september. Dit kampioenschap kan nog uitermate interessant worden.